Direct verder met nog een urgente oproep. In het Gelderse Haafden, vlakbij Zaltbommel, is grote onrust na 2 ernstige incidenten vorige maand. Het begon bij een vrouw van 46 die haar deur opendeed en toen direct, zonder dat de schutter ook maar een woord zei, beschoten is. En daar zijn beelden van. Het is dinsdagavond 8 november, iets na 9, wanneer 2 personen in Haafden oversteken. De politie wil met spoed meer weten over deze 2 vermoedelijk jonge mannen. Ze hebben mogelijk een link met Den Haag. We leggen zo uit waarom. De verdachte die hier achter de hoek verdwijnt, gaat op een al neergelaten rolluik tikken. Op dat moment zit de 46-jarige bewoonster aan de keukentafel thee te drinken. Ze reageert niet meteen op de tikken, het irriteert er een beetje. De wachtende man blijft rustig kijken, maar als de vrouw geluid blijft horen, gaat ze toch maar even naar de achterdeur. Zodra ze die opendoet, gaat het razendsnel. Toen zag ik op de hoek de zwarte lange gestalte staan. Maar omdat bij ons iedereen lang is en vaak zwarte kleren draagt, dacht ik aan maatjes van mijn zoon die zaten te dollen. Ik stond net op het punt om hem te laten schrikken en toen draaide hij om. De man vuurt zwijgend meerdere kogels af op de vrouw en sprint dan met de ander weg. We herhalen het nog even langzaam. Een kogel schiet dwars door haar been, een andere raakt haar arm. De tienerzoon des huizes vond zijn moeder bloedend in de keuken. Ze maakte het lichamelijk inmiddels redelijk, ondanks 2 schotwonden en een verbrijzeld bot. Maar begrijpen wat er hier is gebeurd, doet ze niet. Ik ben meteen gaan denken hoe dit kan, maar ik kan echt niets bedenken. In de woning hebben we niet veel contant geld. We hebben allebei bijna nooit veel contant geld bij ons. We hebben geen schulden of conflicten. 2 avonden later gebeurt er aan diezelfde Engraaf in Haafden, maar bij een ander huis, weer iets ernstigs. Op donderdagavond 10 november rond 11:50 zijn deze 2 personen al mompelend langsgelopen voor een huis vlakbij de woning van de neergeschoten bewoonster. Ze splitsen. De man rechts lijkt een telefoon vast te houden, de andere gaat naar de zijkant van het huis dat ze op het oog hebben. Daar brandt licht. Je kunt niet zien dat de bewoners op dat moment er zelf niet zijn. De man klimt over een hek en aan de andere kant haalt hij iets uit een tas met een smiley erop. Vermoedelijk zwaar vuurwerk. Hij steekt dat aan, klimt terug richting de straat en vrijwel direct volgt de knal. Hij is weg voor de klap. De andere man is niet meer te zien. Maar mevrouw Koenen, u heeft daarna, omdat er een verdachte auto in de buurt werd gezien, wel 2 verdachten kunnen aanhouden. Ja, het gaat om jongens van 16 en 17 uit Den Haag. En op de telefoon van een van die jongens is zelfs gefilmd dat het vuurwerk werd aangestoken. Nou, het lijkt natuurlijk of we daarmee deze aanslag hebben opgelost, maar we sluiten niet uit dat er mogelijk meer mensen bij betrokken zijn geweest. Of dat ze in opdracht van iemand hebben gehandeld. Dat onderzoeken we nog. En we weten ook niet zeker of de mannen op beeld de 2 inwoners van Den Haag zijn die we nu hebben aangehouden. Kortom, de politie wil informatie over deze mannen. Oos heeft familie van de bewoonster van het huis van die explosie een bedrijf. En een van hun vrachtwagens is eind oktober al in brand gestoken. Deze familie lijkt dus slachtoffer van ernstige dreiging. Wat die explosie, dan het schieten. Zitten daar ook al mensen voor vast, voor dat neerschieten van die vrouw? En heeft dat ermee te maken? Nou, we vermoeden inderdaad dat er een verband is. Het huis van de neergeschoten vrouw lijkt qua huisnummer op dat van de vuurwerkaanslag. We houden er rekening mee dat de mannen die 8 november bij het huis van de vrouw aankwamen zich mogelijk vergist hebben in het adres. Nou, en het slachtoffer kon zichzelf ook al niet voorstellen dat iemand haar zou willen neerschieten. En ook wij hebben geen enkele aanwijzing voor zo'n heftig conflict. Nou, en omdat dit een serieuze poging tot moord of doodslag is, willen we heel graag tips over deze mannen en over hun mogelijke motieven. En omdat die al aangehouden verdachten uit Den Haag komen, houden we er rekening mee dat ze mogelijk ook uit die buurt komen. Duidelijk, mevrouw Koenen, voor u thuis hier hun beste beelden. Ze zetten allebei iets later pas hun capuchon op. Ze leek een vrij lichte huidskleur te hebben. Is er iemand die hen herkent aan houding, kleding of iets weet over de achtergrond? Deze jonge mannen hebben dit misschien niet zelf bedacht, maar ze schieten wel bijna iemand dood. Hopelijk kijkt er bijvoorbeeld een moeder of vader die wil voorkomen dat haar of zijn zoon nog grotere problemen krijgt. Naast tips over de daders wil de politie ook graag weten wie er in deze vermoedelijk donkere Opel Corsa rijdt, die 8 minuten voor het schieten opvallend zijn lichten dooft voor het huis van het slachtoffer. Mogelijk valt de auto te linken aan de daders.
En wie is deze langsfietsende getuige die rond 8:55 langs de daders reed? Ook al denk je dat je niets is opgevallen, meld je even. Ernstige zaak. Alle beelden staan vanaf nu op de site. Help alsjeblieft. Zeker ook mensen die bijvoorbeeld met een Tesla, met een dashcam, die avond van 8 of 10 november in de buurt waren. Misschien heeft u wel iets belangrijks opgenomen of gezien natuurlijk. Bel 0860 70 of helemaal anoniem naar M. En wilt u vertrouwelijk tippen bij de politie, bel dan het Team Nationale Inlichtingen.